Well, first things first. Anybody here who doesn't speak Dutch? Nee dus. Nou, dan ga ik het gewoon lekker in Nederlands doen. Veel leuker. Goed, QtPass. Iedereen kent wel password. Het is kut dat we nog steeds passwords moeten gebruiken. Maar helaas, voor heel veel dingen zijn passwords nog steeds de enige optie. Dat willen we niet. Op mijn vorige werkgever, daar hadden we een probleem. We hadden namelijk een grote map met passwords. Dus een Samba share met daarin voor elk project, voor elk klant. Een map met designs, met contracten, noem maar op. Maar ook met wachtwoorden en dergelijke. En ja, dat werkt niet. We moesten wel met meerdere developers, ook met management en zo, moesten we een aantal van die credentials, dus de passwords van de site, af en toe voor een Facebook-integratie, dat soort dingen, moet je gewoon wat credentials kunnen sharen. En we waren op zoek naar een open source oplossing om goede team password management te kunnen doen. En daar is echt heel weinig voor. Dus we gingen kijken en ja, het eerste wat je dan tegenkomt is KeePass. Dat is hartstikke leuk voor, gewoon, voor jezelf. Heeft alleen voor Teams een groot nadeel, want je hebt één master password op je hele password list tree, hoe je het ook wil noemen. En daarnaast krijg je locking issues. Op het moment dat iemand die file heeft bewerkt of aan het bewerken is en je hebt hem via een Samba share, een NFS share, wat dan ook, dat werkt niet. Je krijgt gewoon ruzie. Dus we moesten verder kijken en we kwamen PAS tegen. En dat was eigenlijk de enige goede oplossing die we konden bedenken. Het gebruikt GPG, Tree, PBGen en het is gewoon eigenlijk een bash script. Werkt op alles wat enigszins POSIX is, als een trein. En het is de standaard Unix password manager. Op ieder systeem kun je gewoon apt-get install, brew install, yum install, wat je maar wil. En je hebt PAS. PAS hartstikke leuk. Ziet er ongeveer zo uit als je het gebruikt. Je krijgt een tree te zien. Daarna kun je tab completion gebruiken. Dus als ik intyp PAS, S tab, A tab, T tab, A tab, krijg ik another text. De password daarvan te zien, dat wordt dan optioneel gekopieerd naar je clipboard. Kun je meteen gebruiken, dat soort dingen. Hartstikke leuk. Enige nadeel, management. Developers kunnen hier best mee omgaan. Maar managers, ook al is het gebruiksvriendelijk zoals dit, kunnen nog steeds niet in zwarte schermpjes typen, vinden ze zelf. Dus ja, daar moest ik een oplossing voor bedenken. We hadden ons development team vrij snel over hierop. We hadden zelfs wat automatisering al gedaan, wat wrapper scriptjes gemaakt, zoals Parsh. Spreek het uit op zijn Sean Connery's. Is een shell wrapper, dus als je gewoon, of een SH wrapper, dus je typt in plaats van pass another test, typ je Parsh another test en je krijgt direct een SH login op die server, mits de velden een beetje overeenkomen. Hartstikke leuk, alleen ja, management. Dus ik dacht, wat ga ik doen? Ik kan wel een beetje met Qt omgaan, dat doe ik af en toe wat hobby dingetjes mee. Qt is een framework voor GUI applicaties. Ik kan het ook gebruiken voor non-GUI applicaties. En het draait echt op zo'n beetje alles. Van een Atari en een Amiga, in ieder geval de moderne OS'en daarvan, tot OS X, Linux, Windows, iOS, Android, alles. Je kan er voornamelijk of grotendeels platformagnostische code inschrijven voor alle systeemcalls, file-operaties, GUI-operaties, alles zijn standaard fijne wrappers die gewoon across the board overal werken. Er zijn bindings voor C++, Python, nog veel meer. Je kan ook met JavaScript en QML, een eigen XML opmaaktaaltje, kun je een applicatie in elkaar zetten. Met, ja, ik zou zo wat zeggen, zonder code. Het is echt sleur-pleur, doe wat verbindingjes en je hebt een applicatie in elkaar gezet. Dus ik denk, nou, daar kan ik wel wat mee. En, oh ja, en het ziet er overal native uit. Dus op een Mac ziet het eruit als een Mac-applicatie, op Windows als een Windows-applicatie. Tof. Dus ik denk, daar kan ik wel wat mee. En 30 juli 2014, had ik er even bij mogen zetten, ben ik twee avondjes aan het coden gegaan, gewoon na mijn werk in de hackerspace. Beetje code en een simpel tree viewtje gemaakt met een file view of text view en een git pull button. Gewoon lekker read-only, zodat management in ieder geval de passwords mee kon lezen en kon gebruiken. Als ze wat wilden toevoegen, vroegen ze het maar aan een developer. Goed genoeg.
Die heb ik naar GitHub gegooid en naar de passwordstore.org mailinglist op 1 augustus 2014. En dat was hartstikke leuk. Ziet er leuk uit. Je hebt gewoon een tree view, zoals hiervoor in dat zwarte schermpje. En je hebt een... Je klikt iets aan en het komt in de tekstview. Dit is trouwens al van een latere versie. Hier zit ook al een tapje met profielen, maar dat maakt verder niet uit. Ik dacht, nou, dat is wel leuk. We gaan gewoon een klein hackathonnetje doen. We hadden een event in LAG, een van de andere hackerspaces in Amsterdam. Daar kwamen heel veel mensen uit allerlei landen, dus die konden een mooie vertaling doen. Dus, jij kan Hongaars. Heb je zin om even een kwartiertje te zitten, krijg je van mij een biertje. Doen we samen de Hongaarse vertaling van mijn applicatie. Hartstikke leuk. Ik dacht, that's it. Het staat er, ik doe er niks meer mee. Ik ben gewoon lekker andere hobbyprojecten gaan doen. Tot ineens met Pasen 2015 kreeg ik wat pull requests via GitHub. Iemand had adding en editing toegevoegd aan QtPass. Dus het toevoegen van wachtwoorden, bewerken van wachtwoorden. En basale user management. Het voordeel van Pas ten opzichte van bijvoorbeeld KeePass, wat ik al zei, is dat je het ook voor teams kan gebruiken. In die tree. Dus dan gaan we even een screenshotje terug, als dat lukt. Juist. In die tree kun je per map kun je aangeven voor wie het encrypt moet worden. GPG is origineel een mail encryptie systeem. En als je daarbij mensen gaat cc'en, encrypt je de content voor die mensen. Dus voor Henk, Piet, Willem, Kees en jezelf, als je het ook zelf nog wil kunnen teruglezen. Altijd wel prettig. Dus user management. Want dat is het enige wat een beetje lastig is met PAS. Je hebt dus die mappenstructuur en daar hoef je eigenlijk nooit wat mee te doen. Je kan gewoon lekker de PAS command line tool gebruiken voor bijna alles, behalve user management. Daarvoor moet je in Vim een .gpg-ID's bestandje in de daadwerkelijk fysieke map op je schijf gaan aanpassen. En daar de GPG-ID's, dus een hashje van mensen, instoppen. En het is totaal opaak en niet handig. Dus nou ja, user management, om dat grafisch te doen, is natuurlijk veel fijner. Dit is de uiteindelijke versie zoals die er nu in zit. Met een usable keys kun je uitzetten. Dus mensen die je niet vertrouwt, daar kun je ook niet voor encrypten in het standaard GPG-model. Die laat hij niet eens zien. Je kan mensen kiezen en het werkt. Het werkt gewoon. Heel handig. Dus ja, na die pull request werd ik weer enthousiast. Ik had zin om weer te coden hieraan. Want die user management moet shiny. Daar moet een zoekfeature in. Zodat als je een hele lange lijst met GPG vriendjes hebt, dat je daar ook makkelijk kan zoeken voor wie je het nou eigenlijk wil encrypten. Dus ik ben aan het coden geslagen. En meer features toevoegen, ontzettend veel of opties toevoegen in configuratie. Want ja, doordat er meer mensen naar kijken, krijg je ook af en toe comments van mensen van het zou leuk zijn als. Dus ja, uiteindelijk, dit is nog een vorige versie van het configuratiescherm. Het is nu nog drukker, dus daar moet nog wel wat liefde in gestopt worden. Toen had ik het goede idee, nu we toch zo lekker bezig zijn, laten we gewoon een release party gaan houden. Ik ga de 1.0 releasen. En ja, dan is er eigenlijk maar één optie daarvoor. Doe ik het gewoon exact een jaar nadat de eerste alpha op de mailinglist was gegooid. 1 augustus. En het moet ook wel echt een feestje worden. Dus ik ben even gaan rondkijken. In Amsterdam zit Café Batavia. Daar is ook bijvoorbeeld TechInc, de grootste Amsterdamse hackerspace, is daar begonnen. En die lui zijn best wel bereid om hun backroom te lenen voor feestjes. Dus ik heb een release party gehouden. En nou ja, wat ga je dan doen op zo'n feestje? Ga je een translatathon doen? Want ja, je hebt mensen met talen. Dus al die nieuwe features en dergelijke die erin zaten, daar was nog geen vertaling voor. Dus ik heb eerst maar eens gewoon mijn directe vrienden laten vertalen. Dus Nederlands, Duits, Hongaars, Zweeds, Pools zat er zo in. Dat was geen probleem. Er kwam ook nog op dat feestje af iemand die Spaans kon. En ook, ik ben even vergeten wat GL Spaans is, maar dat is een of andere sub-dialect. Een Rus en een Chinese. Die zo lief was om de Chinese vertaling erin te stoppen. Wat ik best heel stoer vond. Ik heb ook voorbereidingen gedaan, maar dat hebben we nog niet gebruikt. Omdat ik nog niemand bereid heb gevonden om de vertalingen te doen naar Hebreeuws en Arabisch voor links naar rechts. Dus de hele interface geflipt.
is ook super makkelijk in Qt. Dat is echt een paar regeltjes code. Ik geloof 3 regels code. En in het Chinees ziet het er dan zo uit. Hartstikke leuk, die configuraties in het Chinees. Ja, dat vond ik iets te ver gaan. Om daar ook default Chinese characters in te stoppen. Maar dat Chinees, dat heeft ook wel zo zijn voordelen gehad. En daar kom ik straks nog op terug. Wat ga je dan nog meer doen nadat je die 1.0 hebt gedaan? Je wil gepackaged worden in distributies en dergelijke. Hartstikke leuk. Bij bijna alle Linux-distributies komt het op hetzelfde neer. Je gaat naar hun issue queue van de distributie en je maakt een bug report aan. Hoi, er is nog geen pakketje voor QtPass. Dan moet je op zoek naar een maintainer. Als je een beetje lief bent, creëer je alvast een specificatiebestandje. En aangezien ik niet alles zelf geïnstalleerd heb, doe je dat lekker in een virtual machine. En geef je ook een installatievoorbeeld en dergelijke. Dat heb ik voor FreeBSD gedaan, voor Gentoo gedaan. Voor Debian was het niet eens nodig, want daar heb ik gewoon een echte machine voor om mee te spelen. En dat wordt vrij snel opgepakt als je ook daadwerkelijk zo'n spec-file toevoegt. Is er altijd wel iemand die denkt van, nou, daar wil ik wel even naar kijken. Oh, wow, dat is wel makkelijk, dat wil ik wel maintainen. Zit toch in mijn omgeving, ik gebruik het zelf, dat wil ik wel maintainen. Maar al dat soort dingen op de lange duur wil je geautomatiseerd hebben. Dus dan wil je continuous integration gaan gebruiken. Vooral als je ook dit soort platformen moet gaan ondersteunen. Want ja, om iedere keer nou een virtual machine voor, met Windows te gaan opstarten, wat dingetjes te doen, dat is gewoon kut. Neemt ruimte in, kost tijd, wil je allemaal niet. Heeft iemand van jullie wel eens wat met continuous integration gedaan en of gehoord van Travis? Gehoord, niet gebruikt. Travis is eigenlijk hetzelfde als Jenkins. Het komt erop neer. Het is een botje die luistert naar changes in een repository. En op het moment dat er wat veranderd is, gaat hij wat scriptjes uitrunnen. Meestal is daar een configuratiebestandje voor. Grootste deel van de tijd in YAML. En op het moment dat die changes er changes gedetect zijn, voert hij dat lijstje aan commando's uit. Gaat dus downloaden, compilen en testen of er wat misgaat. Maar je kan er ook meer mee dan alleen testen. Je kan ook bijvoorbeeld statische analyse op je code loslaten om de code beter te maken. Om domme foutjes te vinden, linting, dat soort werk. Hangt aan GitHub hooks, maar je hebt ook deploy artifacts. Op het moment dat die klaar is met compilen, heb je al een pakketje. En op Windows heb je daar AppWayer voor, dat is net zoiets als Travis. Maar dat draait op Windows, op virtuele Windows-machientjes. Dus dan heb je een YAML-file, en ik hoop dat die een beetje te lezen is. Hallo? Volgens mij is de slide in iets te hoge resolutie. Woop. Net aan te lezen. Wat dit YAML-file doet, hij loopt in principe van boven naar beneden. Als eerste installeert hij wat belangrijke dingen. Shoko, voor de mensen die het nog nooit van hebben gehoord of geen Windows gebruiken, is nagenoeg hetzelfde als Homebrew op de Mac of Emerge op of een package manager op een ander systeem. Ik installeer de Inno Setup Creator, dus die standaard next finish installer maker. Ik zet wat paths, Qt-dir en de Inno Setup dir en dat soort dingen. Daarna ga ik builden. Qmake, Qt-pass, configuration static en make. Hoi, ik heb een executable. Als er iets misgaat, krijg ik daar een mailtje van. Meestal is dat niet het geval. De checkout is al gedaan in Windows Line Endings. Dus ik kopieer mijn README en mijn license gewoon naar .txt. en maak een run de installer maker. En die maakt ook een nette QtPass versienummertje .exe. Voor Windows gebruikers, want die zijn dat zo gewend. Die artifacts worden geüpload. De volgende regels en op het moment, on AppFair repo tag true, op het moment dat ik een release tag, worden die automatisch geüpload naar GitHub. Dus ik hoef geen Windows aan te raken. Op het moment dat ik zeg, ik release QtPass 1.1.1, wordt er een nieuwe Windows installer aan vastgemaakt. Automatisch. Met slechts zo weinig code. Maar ja, wat kun je dan nog meer doen? Talks gaan geven over je project. Nou, zoals nu, hier. En werken aan nieuwe features, zoals profielen, templates.
Bij Techink, het netwerkteam daar, gebruikt QtPass. En die zijn met heel veel wensen gekomen naar me toe. Waaronder profielen. Ze willen graag dus de Techink, hun werk, hun privé allemaal gescheiden houden. In PAS is dat op zich vrij lastig, omdat je wel zo'n mappenstructuur hebt. Die kun je dus naar Git pushen of iets dergelijks. Maar er is niet een makkelijke manier om daar subrepositories onder te hangen en dergelijke. Dat wordt gewoon een rotzooi, zoals eigenlijk altijd met subrepositories. Dus wat kun je doen? Je kan gewoon een ander mapje nemen. Waarom zou je .passwordstore in je home gebruiken als je ook een .passwordstore privé ernaast kan zetten, et cetera? Dus nou, profiles was zo opgelost. Templates was wat meer werk. Standaard heb je in PAS, eigenlijk is het een plain text file die wordt geencrypt. En de standaard is, password is de eerste regel en daaronder is wat je maar wil. Dan is er nog een de facto standaard om een dubbele punt als key value separator te gebruiken. En ik dacht, nou, daar kan ik wel wat mee. Dus laat ik eerst maar eens iets doen dat die key value pairs omzet in een overzichtje. Hartstikke handig. En bij het bewerken dat je die ook nog eens een keer kan gebruiken. En iedereen was weer gelukkig. Het is alleen zoveel leuker om features toe te voegen dan om bugs op te lossen. Als je iedere keer gewoon maar een uurtje of twee uurtjes aan je project zit. Dan is het veel leuker om er gewoon een Frankenstein-monster van te maken, dan om er een net project van te maken. Maar wat wel vrij belangrijk is, als je gebruikers hebt, is dat je in ieder geval ook antwoord geeft op support requests en bug submissions. En dat antwoord kan ook gewoon zijn van, joh, hartstikke leuk idee, ik heb er alleen helemaal geen tijd voor. Dat dus. In QtPass, als je hem opstart de eerste keer, staat er een linkje naar documentatie, naar de broncode, dus op GitHub, een linkje naar PAS, het moederproject. En in het midden, please report any issues you might have on this software. En dat werkt echt heel goed. Als je een programma maakt, alsjeblieft zet zoiets in je programma om mensen te wijzen op je issue queue. Heel vaak ben ik met een stukje software bezig en denk ik, hoe kan ik hier in godsnaam een bug report doen? Zet het er gewoon duidelijk in. En dan krijg je dus ook mensen die meewerken. We zitten nu op 30 contributors, minimaal. Er staat hier 29, maar er zijn ook een boel mensen die vertalingen gewoon gemaild hebben en andere kleine dingetjes. Dus ik geloof dat we in totaal nu op 35 contributors zitten. En af en toe, dan, wat hebben we hier? Zorg ervoor dat er mensen involved zijn. Op het moment dat mensen een idee hebben, vraag door, dat soort dingen. Meer mensen betekent meer ideeën, maar je moet ook best wel nee kunnen zeggen. Als het een dom idee is, hoef je niet te zeggen dat het een dom idee is. Maar je kan wel zeggen, ja, hartstikke leuk allemaal, maar ik ga het er niet in stoppen. Het is hier geen democratie. Als je het wil hebben, coach je het maar zelf en anders fork je maar. Maar er zijn ook heel veel mensen die zoiets hebben van, leuk dat open source, ik code af en toe wel eens, ik heb in het verleden wel eens wat met C++ gedaan, maar hoe kan ik nou iets toevoegen aan een project? Mijn code is niet goed genoeg. Er zijn heel veel mensen die nog nooit iets aan een open source project hebben toegevoegd en die mensen zijn vaak heel makkelijk om over de streep te trekken. Een klein voorbeeldje. Ik kreeg een feature request om de password display na enige tijd weer weg te halen. Dus je hebt je password zichtbaar en dat gaat na enkele seconden weer weg. Er zat al iets in om het nooit te tonen en alleen naar je clipboard te kopiëren. Er zat al iets in om je clipboard weg te halen. Hij zegt, nou, hartstikke leuk, dat kan er waarschijnlijk wel makkelijk in. Ik heb al een hele tijd geen C++ gedaan. Kun je me helpen? Op het moment dat ik dit berichtje kreeg, stond ik op de pont in Amsterdam, om van Amsterdam Centraal naar Amsterdam Noord te gaan, de lange pont van een kwartier. Dus ik denk, ja, weet je wat ik wel kan doen? Ik kan even een kort berichtje schrijven van, joh, ga naar de code, open mainwindow.h, stop daar de private variables voor je aanpassingjes in, ga naar de dialog en pas daar wat dingen aan, noem het maar op. En de volgende dag krijg ik een pull request. Hij heeft het toegevoegd. Zijn eerste open source submission ooit.
En nou ja, die was na een kleine aanpassing ook zo gemerged. En zo krijg je mensen erin. Maar ja, waar krijg ik nou de laatste tijd de meeste comments op? Design en UI en UX. En zelf vond ik het vrij belangrijk om alles native te houden. Uiteindelijk waren er 6 designers die allemaal hun design er tegenaan hebben gegooid. En ik heb een beetje een mix en match gedaan in 2 avondjes. En ben gekomen om alle icoontjes. Dit is standaard GNOME icoontjes. Dit is de nieuwe KDE Plasma icoontjes. En dit is met 1 stuk code. Dus er zitten geen uitzonderingen of wat dan ook. Gebruik de standaard icoontjes zoals freedesktop.org die heeft gedefinieerd. En dat soort dingen. En een van die designers had een ontzettend mooi ontwerp, maar die gebruikte overal hardcoded kleuren in. Maar dat wil je helemaal niet. Sommige mensen vinden dit een fijn systeem om in te werken. Dit is mijn 's avonds laat KDE-instelling. Dat werkt niet als je in je design allemaal kleuren gaat definiëren voor je code. Dus ja, dat wil je niet. Ik ben toen bezig gegaan om een design document te maken. Ik heb opgesteld waaraan QtPass moet voldoen, naar mijn mening, om goed design te hebben. En daar zijn we nu de laatste tijd mee bezig. Dat was het eigenlijk wel, behalve dankzij die Chinese vertaling vond iemand bij Debian het een heel goed idee om daar een maintainer voor te zoeken. Het was een rijke Chinees die zoiets had van iemand, ik doneer genoeg, iemand moet QtPass erin stoppen. En iemand anders die had zoiets van, nou, dat wil ik dan op zich wel doen. Philip Rin doet nu tegenwoordig, gesponsord door die rijke Chinees daaronderaan, die doet nu tegenwoordig de pakketjes. En over 2 weken, komt de nieuwe Ubuntu LTS uit. En daar zit QtPass standaard in. Apt-get install QtPass. Dus, ja, dat was hem. Nog vragen?